gaan even naar de kapper. Dus nu zien jullie me zo en dan zien jullie me zo meteen. En daar zijn we, jongens. Kijk eens even hoe daar we er weer bij lopen, jongen. We zijn weer een partijtje strak. Inderdaad, moet je even kijken. Kijk eens even, flappie, gewoon naar dat haar. Oh, joh, wat zijn we strak. Die Emily, jongen, die kan knippen, die meid. Oh. Wat een haartjes, hier. Wat een haartjes. Oh. Als je haar maar goed zit, laat je zelfvertrouwen omhoog. Ga die chest naar voren. En dan flaneren we de hele dak af. Het hele dak af. Dan gaan we nou even lekker met Dicey de Dyson. Even lekker hier alle haren even erop zuigen. De pak zo. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Nou jongens, zit ik weer in de auto natuurlijk. Van bloed gaan doneren. Ben ik weer te laat, gewoon. Je wordt er helemaal ziek van. Ryan kwam langs, je moest even wat afgeven. En nu ben ik... kwartier te laat. Een kwartier te laat. Ik ben nooit te laat gewoon. Plan altijd alles ruim op tijd in. Ik zou om 11 uur vertrekken. Is hij om 11 uur bij mij? Sta je te lullen? Te laat. Nooit meer aan die tijd gedacht. Jongen, 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 jongen. Wat dom zeg. Echt verschrikkelijk dom. Nou, ik hoop dat ze het... erg vinden. Nou, dat vinden ze wel erg, want de vorige keer zei ze tegen mij, nou meneer, je bent een beetje te laat. Dus de volgende keer als ik ga bloed doneren, dan zal ik het opnemen. Nu denk ik niet dat ze vrolijk zijn. Dus ik moet nu gewoon even opschieten. Ik moet nu even wat doorvlammen gewoon, want dit is niet zo goed. Dit is gewoon echt niet goed gewoon. Zo slecht joh, en ik ben nooit te laat gewoon met niks. Ik ben nu al 2 keer bloed, zou ik gaan doneren, plasma, en 2 keer ben ik bijna te laat, jongens. Fucking dom. Nou jongens, meisjes, mensen, frimmels en kribbelpimmels. Het is weer gelukt en nou ja, weer voor het eerst is dit. En ik heb ook gevraagd, die vrouw die daar is, die ken ik. En ik heb al bij haar zus gewerkt vroeger. Zaterdag werken. Nou, heb ik gevraagd of we dat mogen filmen. Is het een klein beetje. Ik mocht echt nog net. Was net op tijd gewoon. Anders had ik niet meer mogen komen. Er was een ongeluk ook gebeurd, dus. Ik hoop weer een soort van geluk gehad. Ik zei, ja, een ongeluk gebeurd. Nou ja, weet je. Eigenlijk niet meer tot 12 uur, maar goed vooruit. Dus ik gezellig. Plasma gedoneerd. Het was een heel mooi proces. En de volgende keer mogen we het waarschijnlijk filmen. Ze ging het even overleggen met haar leidinggevende. Zodat ik jullie een beter kijk kan geven. En misschien kan ik jullie enthousiasmeren om plasma te geven. Bloed doneren is zwaarder voor je lichaam. Dan nemen ze alles af. Plasma nemen ze alleen je plasma af. En je rode bloedcellen geven ze terug. Het apparaat. Ja, je moet het zien. Dus de volgende keer ga ik het jullie laten zien. Maar het is een heel mooi proces. Hij neemt eerst bloed af. Gaat door een centrifuge. Dan scheiden ze het plasma. Als je goed de biologie opgelet hebt, is plasma een beetje gelig. En rode bloedcellen zijn rood. De rode bloedcellen, die vangt hij op in een bakkie. Dat tot een bepaalde hoogte. Als die klaar is, hop, pompt hij dat terug erin. Tot een bepaalde hoogte, zeg maar. En dan up, terug erin dat het bijna helemaal leeg is. Dan gaat hij weer afnemen. En zo gaat het iedere keer. En dan ben je ongeveer 3 kwartier mee bezig. Nou ja, superleuk. De traumahele ging nog weg net, zag ik. Nou, ik eigenlijk wel even moeten filmen. Maar goed, ik was even gauw om te betalen. Ik moest betalen. Om te parkeren. Ik denk, nou ja. Goed. Dus ja. Leuk. En de volgende keer hoop ik dat ik jullie mee mag nemen. Nu ga ik even naar de verjaardag van... de dochter van Marileen, mijn beste vriendinnetje. En Arjan, haar man. Dat is hun dochter.
En wij gaan, ik ga daar even lekker heen. Dus, en daarna hebben we ook nog verjaardag van Brammetje. Onze Bram, kleine vriend. Die is vandaag gewoon 5 geworden, die jongen. Die gozerd. Gewoon 5. Nou, niet vandaag, maar in ieder geval van de week is die 5 geworden. Tijd gaat uit, jongen. Oh, ik weet nog dat hij geboren werd. Het was nog zo'n klein keltje. En nou is het al een grote jongen. Dus waarschijnlijk, ik weet niet of we dat gaan zien. Misschien zien jullie ons bij Bram nog wel even erbij. En anders heb ik vandaag eigenlijk weinig filmcontent. Maar ja goed, ik kan er ook niks aan doen. Je hebt er van die weekenden dat je gewoon veel aan het rijden bent, veel aan het doen bent. Dit is er weer zo heen. Gewoon. Ik heb weinig content, misschien morgen wat te doen, maar ja, het is gewoon druk. Ik heb het gewoon druk vandaag. Ik zou weer sporten, ik heb pijn in mijn schouder, dus ik kan niet sporten. Dus dat is allemaal niet zo leuk. Ik heb echt last van mijn schouder. Ik weet niet wat daar gebeurd is, maar dat is gewoon echt verschrikkelijk. Ik voel me nu echt goed na die plasmadonatie. Je hebt er helemaal geen last van, je voelt bijna niks. Dus dat is wel lekker. En bij bloed doneren voel je wel een beetje suffig. Maar goed, ik heb O negatief, dus eigenlijk willen ze mij liever bloed. Want mijn bloedgroep kan op alles. Dus stel nou, er komt ooit eens een keer iemand met een ongeluk. En dan kan ik met een naald zo mijn bloed aan diegene geven. Dat is wel goed, vind ik zelf altijd. Ik vind dat een goed iets. Bloed doneren, bloedplasma doneren, alles is goed. Dus ga nou even naar St. Queen en word donor. Word plasma donor, word bloeddonor. Wat je wil, alles kan, alles mag. Ze hebben je gewoon nodig. Bloed is leven, staat er altijd. En het is zo. Dus jongens, ga doneren. Kijk eens wie daar is. Ome Jordan. Pikki, kom eens even hier. Gefeliciteerd met die kleine, grote jongen van je. 5 jaar is hij geworden, die grap. Ik denk, ik neem hem wel even mee, hè? Wat heb je gedaan? Een klap voor je bakkers gehad of zo? Nee, dat heet kinderen. Sam heeft jou gekrapt. Ja. Die linkerbink. Nou, we gaan even friet halen. Komt precies goed aan, hè? Ja. Ik heb al honger. En satésaus. Nou, we gaan even lekker vreten. Jongens, ik heb Jordan zover. Hij zit in een rosbief zo in het handje. Hoppa. Ja. Hij weer te hoog, jongens. Hij weer te hoog, vergeet het niet. Jij moet even iets tegen de mensen zeggen, want jij bent jarig. Ja. En de mensen gaan even zingen voor jou, toch? Niet doen, jongen. Je moet even serieus komen. Happy birthday, happy birthday. Hoe oud ben jij geworden dan? Vertel nou eens even tegen die mensen. Hoe oud ben je geworden? Happy birthday. Hoe oud ben je geworden? 5, ja. Maar de mensen moeten jou eigenlijk even feliciteren, hè? Sam, wat ben je aan het doen? Jongens, alleen maar hers met Sam. Alleen maar hers met Sam. Sam. Hers met Sam. Kijk, we moeten even kijken wat die jochie gehad hebt gewoon. En nog geld en nog cadeaukaarten. Kijk er maar op bij staan, kijk. Wat is nou je allermooiste cadeau? Maar wat zijn dat? Wat is dat dan? Een blasterpack. Wat is dat dan, Bram? Een blasterrek. Dat ken je. Je kent die al zijn blaffers aan hangen, of niet? Ja, en de kuiltje opbergen. Maar kijk, hier kan je beter zien. Oei. Jullie denken vast bij mij, deze jongen die is 5 geworden. Maar hij houdt gewoon van blaffers. Ja, dat komt dus zijn vader, hè, met zijn ezel. Ja, en maar... Maar hij mag alleen zijn kamer schieten. Ja, en met een bril op. En de enige die hier in huis schiet, ja, maar hij heeft hier een veiligheidsvest. En het geen bril meer. De enige die hier in huis schiet is... Jij en Jordan. En ja, Max is degene die nooit mee kan. Kijk, dit is even. Dit is Jordan vanavond. Het is inmiddels 1 uur. Ik ga naar de gym toe. Want ik kan het gewoon niet laten. Ik moet gewoon even naar die gym gaan. Ik ga het schoudertje wel een beetje ontzien, waarschijnlijk. Maar, ja. Misschien neem ik jullie wel even gauw mee. En misschien ook wel niet. Als het te druk is, dan heb ik echt geen zin om die camera te lopen slepen. Dan moet je kijken wat je doet, kijken hoe je filmt, te kijken hoe blablabla. Dus als het nou wat rustig is, nemen jullie mee. Het is 1 uur. Ik denk, de meeste mensen zijn om zondag om 1 uur wel even thuis, denk ik. En dat denk ik wel vaker. En dan is het gym tak te vol met mensen. Dus ik weet het niet. Maar ik ga wel. En ik ga ook gewoon even door het geluid heen. Want ik had geen zin om te blijven zitten. Ik werd gewoon chagrijnig van het daar in bad zitten. En denk ik bij mij. Ja, ik ga niks doen vandaag. Jawel. Ik moet iedere dag beter zijn als de volgende dag. Dus ik ga gewoon naar die fucking gym. Kom met ballen uit het bad. En ik breek die hele tent op. Gewoon een mevrouw die liep daar en die keek gewoon om. Wow, yo! Een rare vrouw, jongens, echt.
Je moet gewoon iedere keer weer beter zijn als een keer ervoor. En gewoon alles geven. En dat ga ik nu doen. Helemaal door het geluid. Dat wil ik jullie even meegeven. En wat de rest voor vandaag nog op de planning staat, dat zien we dan wel. Hé jongens, hey. Net oma Alex gesproken, die had een spijker in zijn band. En ik zei, ik kan hem even proppen, maar hij had de auto van zijn moeder nou bij, dus hoefde niet. Maar weet je nou mooi zo'n jongen? Hij is gewoon hier in Paranoia aan het magneet vissen. Hij zei, kom even langs, even kijken, joh. Mooi content. Dus we gaan even bij hem kijken, misschien vinden we nog wel wat moois. Jongens, oma Alex, ik krijg een 10 voor. Team voor communicatie. Ben je net? Hij is net hier weg. Je gelooft het toch niet? Dus ik zeg hem, en wat ben je? Je locatie is hier. Hou je mond, hou je mond. Zegt hij. Ja, ik ben net weg. 5 minuten. Zo maat, ik ben hier net. Dus hij is, we zijn echt elkaar echt precies net weg misgereden gewoon. Dat is gewoon... Sorry. Dat is echt heel knap. Maar goed. Dan gaan we nu naar de volgende locatie. Ook goed. We zijn hier bij plek nummer 3. Nummer 2 was niks voor jullie om te filmen. Maar hier misschien wel beter iets. Dus we gaan even kijken. We gaan oma Alex niet opzoeken. En, hij was van tevoren. Ik had de telefoon en camera even opgehaald. Ik, nu moeten we er even vastleggen. Dus blijf kijken, want ik ben benieuwd wat dat oma Alex uit het water gaat halen. Die oude kleine geile bever. Hey, Jokie. Moet je snel beren of zo? Kinderen, kijk bij eens kinders. En wat zeg ik altijd? Ik zeg altijd mensen, friemels en kriemelpiemels, zeg ik altijd. Oh ja, dat is het, ja. Zat er even dat al opgedoken al? Ja, dat ligt hier gewoon. Dus hier, loop, een tv-gek. Ja, ik probeer het te pakken. Ik dacht, ik ga even heen lopen, maar toen dacht ik, nee, dat is toch wel. Kijk, dat is niet die modder splets op je hoofd, weet je wel. Oh ja, oh, oh, oh. Ja, de camera is weg. Ja, beet. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch van Obama? Of dat is toch van... Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Ja, dat is van Obama. Donald Trump met die kop van Obama. Ja. Ja, ja, maar Osama Bin Laden zei dat. Of van Osama Bin Laden. Ladies and gentlemen, we got him. Ja. Alex een beetje, jongens. Alleen jammer dat je met de hand moest oplossen. Ja. Nou, ik denk dat dit toch een prima tv'tje is voor mijn kamer. Dat haalde je die aansluiting alles, jongen. Waar? Die heb je net gemaakt zeker, of wat? Ja, ja. Die edden we terug in. Ja. Nou, dit is gewoon nog van een beeldscherm. Dit is ook voor de computerbeeldscherm. En dit is echt van oude SCART-kabels nog. Precies. Deze is zo oud, dat de weg naar Rome houden. We gooien hem voor de trein houden. Nee, we gooien hem niet voor de trein. We gooien hem voor de trein. Nee, we nemen hem mee naar huis. We zijn eigenlijk op een illegale plek. Dus we moeten wel even netjes wat doen, zodat we geen gezeik krijgen. Kijk hun eens even, ouwe. Hun trekken een verkeersbord uit het water. Kijk, 2 man moeten gewoon te pas komen. Kijk, kijk, kijk. Gooi die voor jou eromheen. Pak hem weg. Pak hem weg. Pak hem weg. Dat is best een goed. Pak hem weg. Pak hem weg. Schiet op, schiet op, schiet op. Schiet op, te laat. Oh, jammer. Ik stond erop. Anders had ik hem recht te pakken, jongens. Wow, yo. Nou ja, even hard hieronder gewoon. Hieronder even hard. Wow, yo. Kan het harder of niet? Hé, hier kunnen we mooie vuurwerkpotten houden. Ja. Met Alex is het altijd vuurwerkpotten en weet ik veel wat. Alex, je wilt er geen gezeik hebben of wat? Wat? Wil jij gezeik hebben of niet? Neem die fles mee, staat je geld. Wil je een salamander op de grond? Wil je zien, levend of dood? Ja, levend. Nee, we zitten hier op een fietspad met auto's. Het enige wat hier langs rijdt is de trein. Als je hier vuur kan steken, niemand iets ziet hoor. Iedereen denkt dat het gewoon die trein is, weet je wel? Ja, dat zou. Maar let er maar weer netjes terug. Alex is wel een dierenvriend, hè? Alexander, salamander. Haha. Nou jongens, een dier vindt het op de goede manier, hè? Voordat we rare komsten krijgen. Kijk deze jongen, die heeft gewoon wat even vis gevangen. Oh ja, yeah. Hij leeft gewoon nog.
Wat de fuck is dit voor bord dan? Wegwerk voor mij. Ja. Wegwerkzaamheden. Ha. Ja, hoe weet je dat? Want dan moeten we hem hier terugzetten eigenlijk. Want? Die nemen het hele Nederlandse water over. Op. Zo, allemaal dikke racebootjes. Oh joh, dikke Discovery hier. Jezus, zie ik Amerikaanse rivierkreeft neemt alles over. Die is agressiever dan de Inheemse rivierkreeft. Maar volgens mij is die Amerikaanse is of rood of bruin. En de Inheemse is grijs. Dat weet ik dus niet. Dus zullen we dat even opzoeken? Ja, zoek het even op, plezier. Hoe zoeken we dit op? Ik ga het zo terugkomen. Auwe. Telefoon heb ik klauw. Ik ben in tweeën. Eén telefoontje. Niks aan. Hij sloeg wel vol op mijn klauw. Godverdomme. Ja, en mijn sportkleren aan. Dat ding kan je er ook nog uithalen. Ja? Oude, de rest is goed. Wat doet hij nou allemaal? Ja. Hij sloeg gewoon op mijn klauw, gek. Dat doet het even zeer. Hij heeft ook zo'n gekke ring net zoals jou. Heb jij een zegelring, gek? Ja, zeker. Ze komen ons halen. Hey, Dick, wat doe jij, joh? Dikke toeter. Hij is gewoon een luchtgewoon gewonnen. Ook een vet. Wow, yeah! Hou bij je dek, roep even. Lekker, man. Hij doet het wel, hoor. Hij doet het wel veel. Dik? Doe er een keer gewoon erin. Dat is wel goede content. Nee, niet vandaag. Wanneer gaan we dat een keer doen? Off-camera. Hè? En niet off-camera, juist on-camera. Dat is goede content, jongen. Ja. Wat denken jullie, vogeltjes? Zou deze man met de rode baard ook maar één vrouw kunnen regelen? Die vrouwen rennen weg, maar als ze het rode baardje zien. Dan denk ik, dat is geen Conor McGregor, denken ze dan? Als jij een beetje traint, word je net Conor McGregor. Ja, hoor. Precies, jongen. Hoi! You do fucking nothing. Die Conor McGregor is jouw grote voorbeeld, hè? Ja, pas je voor op dat je mijn hoed niet afgooit, zeg maar of zo. Geweldig. Maar dat kan Mr. McGregor niet, hoor. Deze jongen gaat hem even helemaal aan de andere kant van de sloot gooien. Of tot de touw straks staat. Eén van de twee. Let op, daar komt hij. We hebben nog touw zat over. Alleen, dit was een tijdelijke stagnatie in de touw. Dus we gaan het niet opnieuw doen. Nou, Alex, gooi je dat touw even helemaal strak, gewoon net die aan het eind van de touw zit gewoon. Ga proberen, jongens. Die beide vanaf. Pas op. Ja, je gooit hem nou al in de knoop gewoon, maar goed. Nou, pas op. Ik denk dat de fiets eraan. Trappen die hele reling eraf, jongens. Kijk, maar deze jongen die is gewoon... Kijk. Ah, ben je maar op? Bijna. Oeh, die was wel heel mooi. Hij gooide bijna zijn eigen ermee in gewoon. Let op, dan komt hij aan, John Rambo. Fucking ja. Hier, mobiceps, iedereen gewoon. Zo. Flex hem even. Kijk die aardig gek. Wow, yo. Wow. Yo. Hij sport al 10 jaar deze jongen. Hij is gewoon een buffelbeer gewoon. 10 jaar. Net zolang als Clean Nutrition bestaat, hè. Kijk eens even hier. iPhone hoesje of accessoire is niet gecertificeerd. Gecertificeerd, sorry jongens. Gecertificeerd, goed zo. En heeft een magnetisch veld waardoor de camerapresentaties worden verminderd. We zijn hier met, dit heb ik nog nooit gehad. Het komt gewoon door die magneten. Nee, hij geeft aan dat hij magnetisch is houden. Van een gast hier. Zo hè, dat moet dan zo. Hey, pik! Doe je Russische dans! Dit kan die fucking goed, ouwe. Doe. Let op. Nee, hij doet het ook gewoon, hè. Hij gaat er helemaal voor hem. Op de lazen. Even, ouwe. Dan moet ik hem nog even filmen. Hij kan. Yo. Oh, yo. Kijk die bagger gewoon. Oh, yo. Bedankt voor het kijken weer naar dit vlogje. Ik hoop dat jullie toch uiteindelijk nog wel een leuke draai vonden met oma Alex. Dat ding kreeg ik op mijn klauw. Dat deed eigenlijk best wel zeer. In ieder geval... Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken, te subscriben, het hele pakket. En dan zeg ik maar zo. Ah, yeah.